Zo. Goedenavond. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Dick. Ja, lach maar. Mensen vragen wel eens mij, Dick, wat weeg jij? Dan heb ik zelf altijd gemeend 150 kilo, maar dan bleek dat mijn weegschaal niet verder ging. Dan zat die schijfklem. Ik heb nou een digitale weegschaal gekocht. Ik weeg nou error. Ik ben straatveger. Op straat pesten ze er ook mee. Net nog kwam ik er iemand tegen die zei tegen mij... Hé, Johannes, je bent wel heel erg ver landinwaarts gespoeld vandaag. Nee, mensen, ik moest straatveger worden. Ik weet nog goed, ik was een kereltje van een jaar of 12. Het was een regenachtige zondige middag. Mijn vader keek door het raam naar buiten de tuin in. En hij zei tegen mij, Dick, ga die vieze blaadjes eens opruimen. Toen dacht ik, oh jee, hij heeft ze ontdekt, hè. Ik geef toe, hij was niet makkelijk. Ik doe er nog één moeilijk in achteraan. Dat jullie wel loskomen en dan doe ik een makkelijke. Dan weet ik een beetje wat voor publiek ik voor me heb. Let op, dit wordt weer een moeilijke, hè. Hij wordt moeilijk. Mijn vader was een goede tuinier. In zoverre had goed spul, had goed materiaal. Hij had een kettingzaag op benzine, hij had een grasmaaier. Hij had een bladblazer op benzine. Hij had alles elektrisch op benzine. En dan was ik nooit te beroerd als iemand tegen hem zei... Meneer de onmundige, mag ik uw grasmachine gebruiken? Dan zei de jongen, dat is geen probleem, maar mijn tuin gaat die niet uit. Nou, een makkelijke. Nee, kijk, als je zo de eerste dag, als je moet werken, dan moeten ze repeteren in het pak aan. En ik weet niet goed, die man die dan meten was, die zei, jongen, hoe groot ben jij? En ik woon in Groesbeek en ik zei, jongen, 2 meter. In Groesbeek is alles groot. Hij zei, die borstomvang, zei, doe ook maar 2 meter, jongen, in Groesbeek is alles groot. Buikomvang, zei, doe maar 22, jongen, ik heb net je warm op. In Groesbeek is alles groot. Schoenmaat, ik zet maat 48, jongen. In Groesbeek is alles groot. Hij zei, mag ik dan een onbeschofte vraag stellen? Inderdaad, mevrouw. Hij zei, hoe lang is dan de apparaat wat ertussen hangt? Ik zeg, 4 centimeter. En hij schiet in de lach en hij zegt, man, de gemiddelde lengte in Arnhem is al 5. Ik zeg, je laat me toch eens uitpraten, man. Ik wou hier zeggen, 4 centimeter vanaf de grond. Ja, ook daar is het crisis. Het is overal crisis. Bij ons was het ook crisis. Begon 2012 al heel verkeerd. Ik werk bij Breed. Zoals jullie kunnen zien. En die begonnen 1 januari. Wij gaan afslanken. Ik zei, nou, daar zit ik dan. Fijn. Wij moesten ons voorbereiden op een hete sportzomer. Alle straten versierd. Een hoop troep op straat. Binnen 1 week lag die oranje rotzooi al in de goot. Hè? 3 wedstrijden. Wij konden al een opruimen. Het mooie is... Als je straatveger bent, je ziet van alles. En ik kan echt merken dat het crisis is, want wij zien veel meer daklozen bij ons. Echt in de goot. We zien burgemeesters die al lage val zijn geraakt. We zien staatsrekers daar en ze terug in de goot terechtkomen. En laatst was ik bij een bushalte aan het vegen. En de bus stopt en er komt een dakloze uit. En dan vind ik het op zich al knap dat een dakloze weet waar hij eruit moet. En die begon gelijk tegen me te zeuren. Meneer, dakloze krant kopen, dakloze krant kopen. Ik zeg, staan de huizen in, jongen. Hij zei, nee. Ik zeg, laat maar bij mij wat dat daar blaadje thuis bezorgt. Maar ik zeg tegen die dakloze, ik zeg, mag ik jou een vraag stellen? Waar kom jij vandaan? Ja, zei die, dat is mooi dat u dat vraagt, meneer. Maar ik kom uit het ziekenhuis. En ik heb te horen gekregen dat ik nog maar 6 maanden te leven heb. En ik zeg tegen die dakloze, waarvan? Dakloze loopt verder. En wij zijn aan het vegen zo. En ik weet nog goed, ik ben aan het vegen en ik kom langs een huis af. En er komt een oud omaatje uit. En hij heeft een klein jongetje bij zich. En dat jongetje had een blikje cola, dat drinkt hij leeg. En dan gooit hij zo voor mijn voeten in de goot. En ik zeg, dit knaapje, zou je dat niet eens opruimen? Nee, zei hij, daklozen moeten toch ook iets te vegen hebben. En ik ga naar hem toe en ik maak een vuistje. En ik sla dat knaapje zo. 4 tandjes uit zijn bekje. Ik zei, ja jongen, tandartsen moeten toch ook iets te doen hebben, hè?
Maar het is crisis, ik loop verder. En op een gegeven moment kom ik langs een weiland af en er zit een dakloze van zo even. Zit in die wei. Op zijn hurken gras te eten. En ik zeg tegen die dakloze, wat ben je aan het doen, jongen? Ja, zei hij, ik heb honger. Ik heb dorst. En ik heb geen geld. Ik zit van pure ellende, zit ik gras te eten. Ik zei, jongen, dat gaat niet gebeuren waar ik bij ben. Je gaat met mij mee naar huis. En ik zal een keer zorgen dat jij goed te eten krijgt. En ik haal het busje van het werk en we rijden naar Trons thuis toe. En die dakloze zegt, ach meneer, hartstikke bedankt dat u mij een keer goed te eten geeft. Ik zeg, nee jongen, ik moet jou bedanken. Want bij mij thuis in de tuin staat het gras zeker 30 centimeter hoog. En het werd wel eens tijd dat daar een dakloze doorheen vrat. Het is overal crisis. Nou werk ik, dan zullen jullie afvragen, werk jij altijd alleen, Dick? Nee. Ik werk eigenlijk al heel lang samen met Ahmed. Dat is een Marokkaan. En dan staan de Marokkanen een beetje onder druk de laatste tijd en ik wil geen kwaad horen over Marokkanen. Ik werk met Ahmed al heel lang samen. Als die er is. Ja. Maar ik ken hem al heel lang. Ik ken hem echt. Ik ken Ahmed al zo lang. Ik ken Ahmed, dat is zo'n peer. Ik ken Ahmed al zo lang. Ik ken Ahmed nog uit een tijd, zeg maar, dat kut en Marokkanen twee verschillende woorden waren. Een sympathieke vent, Ahmed. Hij was in Marokko, was hij ook als straatveger. Dan hield hij de straat van Gibraltar schoon. En Ahmed is een leuke vent. En Ahmed is echt een leuke vent. En je kunt er goed mee samenwerken, zeg ik al. En Ahmed heeft ooit een keer meegedaan met Wed en Dat. Dat moet ik misschien wel een keer vertellen. Het meegedaan met Wed en Dat. En de weddenschap was als volgt. Dan hadden ze 10 deuren op het podium staan. En die gooide ze dan voor zijn neus dicht. En dan kon hij zeggen welke discotheek dat was. Maar Ahmed is goed en ik werk er ook graag mee. De eerste dag dat hij moest werken, bel niet op en zei hij, Dikkie, kan niet komen? Ik ben ziek. Ik zei, dat is niet zo mooi, Ahmed, heb je iets genomen? Ja, een fiets. Maar ja, ik heb zelf dit jaar ook af moeten bellen. En ik bel naar Ahmed op. Ik zeg, Ahmed, ik kan niet komen werken, jongen. Ik heb zalm gegeten, foppen. Nee, Dik, jij mij niet foppen. Jij komen werken. En Dick, wij lopen zo, Ahmed en ik. En dan zien we op een gegeven moment Ahmed die bukt zich en zegt, kijk, Dikke, daar. Lijkt wel hondenpoep. En hij raapt het op en hij knijpt erin en zegt, Dik, het voelt ook als hondenpoep. En hij ruikt eraan en zegt, Dik, het ruikt ook als hondenpoep. En hij likt eraan en zegt, Dik, het smaakt ook als hondenpoep. Ik zeg, Ahmed, gooi weg, jongen, voor hetzelfde geld waar erin getrapt. En daar hebben wij bij ons in Groesbeek veel last van, hondenpoep, eerlijk waar. Daar hebben we echt veel last van. Ik heb er zelf geen probleem mee, mijn hondenpoep, zolang de hond er nog maar omheen zit. Je kunt ook iets makkelijker aan de kant schoppen, hè. Maar wij hebben ons in Groesbeek, ik weet niet of jullie weten, het Guinness Book of Records ingescheten. Echt waar. Mijn zoon kwam thuis van school en zei, papa, je moet je drolletjes bewaren. En dan bedoel je de wc-rolletjes. We hebben 10 kilometer wc-rolletjes door de straten gelegd. En wie kan die rotzooi weer opruimen? Dik, ja. Dik. Maar het is mooi werken in Groesbeek. Er gebeurt ook van alles. Er zijn af en toe grote activiteiten. En de meesten hebben dan wel iets met Nijmegen te maken. Dan is het Vierdaagse bijvoorbeeld. Kwam Ahmed ook al bij me en zei hij, het is ook al crisis bij de Vierdaagse. Hoezo dan, zei ik tegen Ahmed. Ja, zei hij, aantal deelnemers Vierdaagse loopt achteruit. Toen zei ik, dat mag helemaal niet. Het mooie van de Vierdaagse is wel, iedere donderdag, als zeg maar, voordat het inkomst is, staan er een heleboel bankstellen gratis op de Sint-Anna. Die halen wij dan op voordat die mensen mogen zitten. En die geef ik dan aan mijn vrouw. Schattige vrouw, ik weet niet of jullie ze kennen, maar misschien even uitleggen hoe ze eruit ziet. Ze zit ongeveer een kop kleiner als ik, maar dan twee keer zo zwaar. Ik heb een beetje een idee. Laat ik het anders zeggen, als ze op haar rug ligt, heeft ze eeuwige sneeuw op de tepels. Dan heb je een beetje een idee. En ik zag ze laat zo liggen en ik was nogal erotisch geprikkeld. Ik was zo geil in zijn knieën, zeg maar. En ik dacht mezelf, ik begin eraan, hè. En ik begin het te kussen, zo. Had ik net een oorlelletje gehad. En op een gegeven moment schiet ze wakker. En zegt tegen mij, Dik, wat ben je aan het doen? Ik zeg, schat, vandaag is het Allerheilige.
En alles wat mij heilig is, dat krijgt een kusje. Zou je dat niet eens terug doen? Dan zei ze, nee jongen, dan wacht maar tot 4 mei, dan is Dora, denk ik. Kijk, en dat brengt me nou op het volgende wat ik eigenlijk weer vertelde. Er is een hoop te doen over onze Duitsers, hè. In Voorde heb ik begrepen dat ze niet samen mogen herdenken op 4 mei. Een rechter heeft het zelfs verboden, daar hebben wij in Groesbeek geen last van. Wij wonen aan de grens, we wonen al jaren. We hebben veel respect voor de Duitsers, ze zijn een stuk beter met voetballen geworden. Je tankt er goedkoper. En in mijn geval, je eet er veel beter schnitzel. En we hebben er respect voor die Duitsers. Laatst ook. Achmed en ik waren op 4 mei waren we in een café aan het drinken. En ik zeg, Achmed, proost. Het is 4 mei, het is dodenherdenking. En we drinken hem leeg. En bestel nog een bier. Ik zeg, proost Achmed, het is 4 mei. En op een gegeven moment tikt er een Duitser op mijn schouder en zegt, Entschuldigung bitte. Was ist das dodenherdenking? Ik zei, dat is de dag van vandaag, jongen. Dan herdenken wij de gevallen van de oorlog. En in Holland zijn zeker 700.000 doden gevallen. Ach, zegt hij, bij ons in Krieg zijn zeker 11 miljoen doden gevallen. Ik zei, ja jongen, dat vieren wij morgen. En zo doen we daar in harmonie. Mooie andere activiteiten bij ons in Bos en Nijmegen is ook. Je vindt van alles op straat, hè? Je vindt van alles op straat. Alle burgemeesterskandidaten liggen op straat. En dat is op zich niet zo erg, maar Sharon Dijksma lag ertussen. En die hebben ze nou staatssecretaris van Landbouw gemaakt. Ja, het enige wat ze met landbouw gemeen is, dat ze ook op een koe lijkt. We zullen erachter komen of het goed is, maar wij vinden het prachtig. En het mooie van Nijmegen is ook, en dat is het Groesbeek gebied waar ik werk, daar is de Zeven Heuvelenloop. Kennen jullie? Hardlopen. Ja, dat is mooi. En dan zie je altijd 30.000 man doen ermee. Al die bekertjes die ruimen wij dan op, Achmed en ik. En het is altijd mooi om dat te zien. Dat begint dan altijd met veel van die negers en motors. Wij noemen dat altijd de Zwarte Cross. Daarna krijg je de recreanten. Dan krijg je degene met een dikke reet. En eenmaal op het eind heen een dikke in een reflectiehemdje en een Marokkaan die alle rotzooi opruimen. Het is crisis wat dat betreft. Maar de grootste crisis, mensen, die is nog wel op straat te zien. Ik weet niet of jullie het weten, maar mensen bezuinigen op een hoop. Heb ik ook gedaan. Want waar wij wonen, daar zie je ze nog wel eens. En altijd met een groepje van een man of 12 vrouwen. En die lopen dan met van die stokken. En ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Ja, zei ze, wij zijn aan het Nordic Walking. Ik zei, is dat moeilijk? Nee, zei ze, dat doen we al een week en het gaat voortreffelijk. En jij? Ik zei, nou, ik heb het al een keer een kwartier gedaan, die kon ik al zonder stokken. Maar het ergste voorbeeld wat ik aan crisis gezien heb bij ons in de omgeving, is wel ruiters in het bos zonder paard. Oh, ja, ik zal het even uitleggen en dan stop ik ook mee. Want ik hoop dat in 2013 dat in ieder geval afgelopen is. Dan zie je 6 ruiters in het bos, Gangnam-stijl. Is het dan armoe geweest in 2012 of niet? Als we zo al het bos door moeten hebben. Mensen, ik ga jullie goeiedag zeggen. En ik hoop in 2013 dat het jullie een stuk beter vergaat dan in 2012. En anders zien we elkaar de volgende keer weer. En ik hoop in ieder geval dat we hier een lekker glas champagne hebben kunnen drinken. Houdoe. Yeah.